Goeiedag, Frank Blank hier. In deze video ga ik je uitleggen mijn top 4 supplementen en hoe gebruik je deze. Nou ga ik eerst de vraag beantwoorden, heb je daadwerkelijk supplementen nodig? En het antwoord is nee. Supplement is letterlijk een toevoeging op je voeding. Dit is iets wat heel belangrijk om alvast te begrijpen is, geen enkel supplement gaat je helpen met spiermassa opbouwen of vet verbranden. Dat doen ze niet. Makkelijkste manier om een supplement aan jou uit te leggen is, denk aan de werking van cafeïne. Wat gebeurt er als je een kopje koffie neemt waar cafeïne in zit, wat ook een supplement is? Je voelt je alerter en je hebt meer focus. Ga je daardoor in één keer iets anders doen? Nee, je voelt je beter. Dat is wat een supplement doet. Dus het kan het proces makkelijker laten voelen. Maar het helpt niet bij het proces direct. Voor spieropbouw is dat nog steeds een positieve energiebalans en heel hard trainen. Dat is vaak het grootste probleem. En voor afvallen is dat gewoon consequent in een negatieve energiebalans zitten. Dat zijn de enige twee dingen die erbij zitten. Deze supplementen kunnen dus bijdragen. Nou, het eerste supplement waar ik het met je wil over hebben is een eiwitpoeder. Een eiwitpoeder is niet iets wat ik elke dag gebruik. Ik gebruik het denk ik 2 keer per week op momenten dat ik het gewoon handig vind, omdat ik niet de tijd heb om te gaan zitten aan een uitgebreide maaltijd te gaan eten. En een shake, een schudhem, kan ik zo opdrinken, kost niet heel veel tijd. Dus dat is iets makkelijks wat ik kan doen. Nou, dus een eiwitpoeder is gewoon letterlijk een aanvulling op je eiwitten. Dus als je niet aan je dagbehoefte aan eiwitten komt, is dat iets wat belangrijk kan zijn. Dus dat is dan een manier om dat aan te vullen. Dus dat was de eerste, eiwitpoeder. Nummer 2, omega 3. Nou, omega 3 helpt in principe tegen hart- en vaatziekten. En het helpt bij ontstekingsreacties. En dit supplement heb je alleen nodig als je dus niet voldoende vette vis bijvoorbeeld eet. Dus ik eet bijvoorbeeld niet heel veel zalm en dat soort dingen. Dus gemiddeld zou je dat 2-3 keer per week willen eten. Daar kom ik niet aan. Daarom vul ik hem aan, omdat ik daar een tekort in heb. Dat weet ik van mezelf. Dat zijn gewoon dingen die ik niet heel goed doe. Dus dan is dit een makkelijke oplossing om het aan te vullen. Het is geen vervanging van, maar het is in ieder geval iets om mee naar te kijken. Dus daarom gebruik ik omega 3 en dat is ook een van de weinige supplementen die wel bewezen is. Die daar kan bijdragen. Dan hebben we nummer 3. En dat is vitamine D. Nou, vitamine D is voornamelijk voor gezonde botten. En wanneer je deze voornamelijk nodig hebt, is zeker in de winterperiode in Nederland, wanneer we gewoon veel, maar heel weinig zonlicht hebben, het vaak donker is, een beetje regenachtig, kom je vaak gewoon een flink tekort aan vitamine D. Nou, dan kan je dat aanvullen met het supplement waarmee je dat kunt aanvullen. Dus dat is iets wat je nodig hebt. In de zomerperiode, als het heel mooi weer is, heb je aanzienlijk minder nodig dan in de winterperiode. Wat de optimale dosering voor jou is, is echt afhankelijk van hoeveel uren sta jij buiten in de zon. Dat maakt heel veel verschil. Nou, en dan het laatste supplement waar ik veruit de meeste vragen van krijg. Ik was van de week denk ik een Q&A op Instagram aan het doen. Ik denk dat ik serieus 800 vragen heb gehad over creatine. En het is echt niet zo bijzonder. Neem 5 gram per dag, de rest boeit niet. Wanneer je het neemt, hoe je het neemt, maakt niet uit. Neem gewoon 5 gram per dag. Geen oplaadfase, niet al vanaf bouwen, zal onzin, gewoon elke dag nemen. Ik zal heel kort uitleggen hoe creatine in principe werkt. Als je energie gaat leveren in het lichaam, heb je ADP op een gegeven moment op een bepaald niveau. Dat moet ATP worden, want hier kan je korte inspanningen mee leveren. Om dit samen te voegen heb je CP, dat staat voor creatinefosfaat. Daar komt de creatine van. Die wordt deze. Dus het vult gewoon de korte inspanningsmogelijkheden aan. Het heeft geen invloed op je caloriebehoefte. Helemaal niks. Heel veel andere fysiologische processen, wat heel vaak gevraagd wordt, heeft het niks mee te maken. Je hebt gewoon een grotere voorraad om kleine inspanningen te voltooien. Dit is het enige supplement wat een klein beetje prestatieverbetering geeft. Wat nou het voordeel is als je dit maakt, dit kan je lichaam ook zelf maken. Alleen dan heeft het heel veel aminozuren nodig om het te maken. Nou, aminozuren komen vanuit eiwitten. Dus vul jij dit aan, kan je deze aminozuren ergens anders voor gebruiken. En dan kan je heel veel andere hormonen aanmaken waar je mogelijk een tekort in zou hebben. Dus het heeft voor iedereen heeft het voordeel. Of je nou aan het afvallen bent of aankomen om creatine te gebruiken. Dus ik zeg, als je naar de sportschool gaat, neem het gewoon. Denk er niet te veel over na, maak het niet ingewikkeld. Koop gewoon een huismerk met creatine. Ik heb zelf ooit supplementen gemaakt, verkoop ze niet meer. Kost geen drol om te maken. Dus ze zullen er niet veel vals mee hebben gespeeld. Het heeft geen smaak, dus gooi het gewoon in een glas water of je kan capsules nemen. Maakt helemaal niks uit. Dan heb je in principe al voldoende. Zo'n potje kost 9 euro, doet 3 maanden mee ongeveer. Kost bijna niks en je krijgt er best wel veel voor terug. Dus ik zou creatine voor iedereen aanraden. Van de rest van de supplementen zou ik zeggen, alleen als je er een tekort in hebt, heb je het nodig. Anders heb je het gewoon serieus niet nodig. Dan heb je meer aan consequent zijn met je voeding. En daar echt op gaan letten dan dat je echt denkt van, oh, met dit pilletje ga ik dit of dat. Want ik krijg continu vragen over supplementen. Terwijl voor de meeste mensen zou ik zeggen, je mag pas supplementen nemen als je een maand lang binnen 200 calorieën per dag hebt gegeten. Dus eten is tussen de 2000 en 2200 calorieën. Elke dag voor 30 dagen lang. Geen uitzondering. Als je dat volhoudt, zou je merken dat die creatine
En al die andere supplementen heb ik eigenlijk niet nodig. Want ik heb nu meer resultaat geboekt dan ooit. Alleen als je dat al zou doen. Nog niet eens wat je eet, alleen dat. Want dat is vaak het grootste probleem. Mensen verliezen de focus van hetgene wat belangrijk is. Als ik de piramide zou maken, wat is belangrijk voor resultaat? Staat er nummer 1, doe je het volhoud. Dan je calorieën. Dan je macronutriënten, je eiwitten, koolhydraten en vetten. Dan je micronutriënten, vitamines. Dan is de timing van voeding belangrijk. En dit hele kleine topje is supplementen. Dit is letterlijk, ik denk 0,5% van je progressie. Ik denk deze drie is 95%. Dus in plaats van hierop te gaan focussen, wat 99% van Nederland doet vanwege de media, raad ik je aan om alleen daarop te focussen. Hiermee ga je resultaat krijgen. Deze drie dingen, als je dat gewoon zou vergeten en je zou daar een jaar lang geen aandacht aan besteden en je zou alleen dit doen, ga je bijvoorbeeld vanaf nu, het aankomende jaar, ga je veruit de meeste progressie boeken. Dat zou ik zeggen. Vergeet alles over supplementen. Er zijn er honderdduizenden die je kunt nemen. Ze doen niks. Dit is hetgene wat het resultaat geeft. Dat is waar ik de boodschap mee wil eindigen. Heb je hier nog een vraag over? Laat hieronder een reactie achter en dan spreek je snel weer. Tot dan.